De trainingsvisie met Roeland ten Berge. Roeland, al een beetje bekomen van zaterdag. Ja hoor, dat is een duidelijke nederlaag, hè? Ja, vrij duidelijk, ja. Soms heb ik daar minder moeite mee dan dat je eigenlijk veel beter bent en je verliest met 3-2. Nou ja, verliezen is altijd vervelend, dus dat, daar kun je niet aan wennen. Maar aan de ene kant, als je kijkt gewoon naar het hele naar het wedstrijdbeeld, van hoe het is gelopen, dan baal ik wel bijvoorbeeld van een aantal tegengoals die we hebben gekregen. Ik moet ook zeggen dat het gewoon helemaal niet heeft meegezeten, want we hebben echt momenten gehad dat wij er een hele andere wedstrijd hadden kunnen maken. Ja, dat zijn, vind ik, wel altijd wel clichés, maar als je gewoon feiten bekijkt, dan is het wel zo dat na de 1-0 wij met Beenman een grote kans kregen, al vrij snel op 1-1. Daarna maken we 1-1 en daarna met die fantastische aanval met Maurice kom je bijna op 2-1. Ja, uiteindelijk voor rust 1-3 achter. In de rust maken we een plan voor de tweede helft om aanvallend te gaan spelen. Dan krijg je dat moment met Maurice ook, waar Benjamin eigenlijk naar binnen snijdt, neemt zijn man mee en Maurice naar zijn linkerbeen gaat. En Benjamin besluit uiteindelijk weer om af te haken, om ruimte te maken, maar het beter door kunnen lopen. Dan had hij meegenomen, was Maurice buitenom gegaan en dan had je ook 3-2 kunnen maken. Ja, dat zijn wel kleine momentjes, maar ik vind wel dat we daarover moeten praten. Want als je gewoon kijkt naar, ik heb vandaag de statistiek gezien, hun hebben 9 ballen op doel gehad en daarvan zijn er 6 ingegaan. Dus dan, 9 ballen? Ja, 9 ballen, ja. Dus tussen de palen bedoel ik dan. Hè? Ja. En, kijk, daar gaan er 6 van in. En dan vind ik ook dat je over zulke kleine dingen wel moet praten. Zulke belangrijke momenten in de wedstrijd. Want dat was met Maurice in de 52e minuut. Kun je 2-3 maken. Dat was eigenlijk het plan om ze dan misschien nog aan het tweeten te krijgen vanwege die wedstrijd van hun die ze in de benen hadden. Ja, en eigenlijk uit die aanval daarop maken hun 1-4. En toen was het gewoon gebeurd. Toen was alle energie was weg. En daarna hebben we natuurlijk nog een aantal kinderlijke goals tegen gehad, wat ik absoluut niet goedkeur hoor. Want je moet door blijven gaan wat er ook gebeurt. En dat hebben we niet gedaan. Wij wisten, en jullie wisten natuurlijk als staf ook, dat IJsselmeer volgens wel een ploeg was van redelijk volwassen. Maar met name killing in sommige momenten. In 5 à 10 minuten kan de wedstrijd beslist zijn. Nou, dat van 1-1 naar 3-1. Ja, maar goed. Uiteindelijk. Ja. Je moet altijd weer kijken van hoe ga je zo'n ploeg bespelen. En of dat nou goed is geweest of niet goed is geweest, dat laat ik maar even in het midden. Dat hebben we maken een plan met z'n allen, daar ben ik onderdeel van. Maar ik denk dat we gewoon heel veel goals hadden kunnen voorkomen door beter te verdedigen. Hè? Door korter te zitten, door maar geen mensen te laten wegdraaien. Was dat ook de opdracht? Want je had het over opdrachten niet helemaal goed gedaan. En Maurice, de aanvoerder, die had het er ook over. De opdrachten gewoon niet goed uitgevoerd. En dan kun je de verdediging natuurlijk wel de schuld geven. Maar het begint natuurlijk ook wel ergens voorin en op het middenveld natuurlijk. Het is het hele team. Ja, kijk, verdedigen doe je met het hele team. En daar maak je wel een plan voor. Van hoe ga je als heel team, hoe ga je druk zetten, waar moet je rekening mee houden. Over welke kant laat je ze gaan. En dat is wel iets wat je met het hele team doet. Maar je hebt ook gewoon te maken met het simpele 1-1 verdedigen. Net als het 1-1 aanvallen. En in het 1-1 verdedigen hebben we gewoon te vaak gewoon niet kort genoeg gezeten. We hebben mensen laten wegdraaien. En dat geldt voor IJsselmeer, maar dat geldt voor elke tegenstander. Dicht bij de bal, degene die de bal heeft. Ja, dan moet je kort zitten en dan moet je duel winnen. Dan moet je niet uitgespeeld worden. En dat hebben we gewoon wel slecht gedaan. En de Belgen zouden zeggen, we moeten niet panikeren. Als je het hebt over die nederlaag, bedoel je? Ja, nou, panikeren we ook in verband met natuurlijk het aankomende duel. En dat is dan ook nog een pikante tegen VVG. Ja, nee, maar dit is gebeurd. En we hebben niet voor, we denk ik een goede serie gehad. En nou loop je hier tegenaan. We hebben, zoals het misschien wel zo mooi heet, gegokt en verloren. Dus we wouden wel vol voor de overwinning spelen. Nou, het is anders gelopen, dat is spijtig, maar nu weer naar VVOG toe en ik raak niet zo gauw in paniek. Nee, maar je spreekt wel veel respect uit naar de ploeg VVOG. Dat zei je eigenlijk in het begin van de competitie al van, ja, hou rekening met die ploeg, die is echt niet zo slecht als iedereen denkt. Nee, maar ze hebben sowieso scoren het vermogen, dus de Graaf is een fantastische speler. En als je scoren het vermogen hebt, dan kom je al heel ver. Dan moet je zorgen dat je het organisatorisch goed hebt staan.
Dat hadden ze ook afgelopen zaterdag. Dus ik heb inderdaad wel vanaf het begin geroepen dat... Dat ik niet verwacht dat hun er zo even uitvliegen. En daar blijf ik bij. En ze doen het prima. En voor ons is het gewoon nu weer de taak om te winnen zaterdag. Dat is het belangrijkste. En dan sluiten we gewoon weer mooi aan. Ik denk dat we nog steeds wel er prima voor staan. Alleen er is een gaatje gevallen. En dat is jammer. We missen die aansluiting op IJsselmeervogels. Maar het is wel belangrijk dat we zaterdag winnen. Dat we wel bij de bovenste blijven. Ja. Verdedigend was je eruit, dachten we met z'n allen. Hè? Je dacht van, nou, hop, en daar hebben we nog even een discussie over gehad, over de rechtsbackpositie en het centrum. En, goed, dat zijn dan ook mijn persoonlijke ideeën. Maar Al-Haidar raakt geblesseerd en toen moest er iets veranderen. Maar dat het dan leidt tot 6 tegendoelpunten. Kijk, dat moet je ook los van elkaar zien. Kijk, we zijn er nooit uit in principe, want elke week begint weer opnieuw. En je ziet het aan Mohamed, die staat ook van een of andere dag staat hij erin en doet het goed. Maar raakt ook zo weer geblesseerd. Dus dat is inherent aan voetbal. Dus hoe we het volgende week gaan doen, dat zien we dan weer. En soms als het team gewoon in de winning mood is en wedstrijd op rij wint, dan laat je wat staan. En soms kijk je ook gewoon van als je keuze hebt, dan kijk je ook gewoon van wat ben je nodig ten opzichte van je tegenstander. Dus. Eén ding heb je wel nodig tegen VVOG en dat zijn een paar granieten jongens die zich niet zomaar 1, 2, 3 opzij laten zetten, heb ik het idee. Maar ik geef even een paar aanwijzingen, Roeland hoor. Ja, ik merk het. We moeten niet angstig worden. En dat gaat zeker niet gebeuren. Want je verliest nou 1 keer. En daar moeten we niet van in de war raken. Ik denk dat iedereen weer uitkijkt naar VVOG. En we gaan ervoor zorgen dat die ploeg er weer staat zaterdag. Dus. Oh, dat lijkt me heerlijk. Roland, bedankt. Trainingsvisie. Graag gedaan.